Ja, 73,414 was zijn score in de Grand Prix op maandag, nog heel vroeg in de wedstrijd toen. Was het heel wat minder weer dan nu. Nu zijn de omstandigheden mooi, het is 10 over 12. En laten we kijken hoe hij het er vanaf gaat brengen op dit wereldpodium. Want dat is het. En wie weet kan hij naar de vrije kuur op muziek toe op vrijdag. Je weet het maar nooit. Diederik van Silvaat, daar gaat hij. Ja, dan moet hij wel boven zichzelf uitstijgen als hij die 75% wil halen. Maar, ik kan u vertellen, het is een jongen die weinig last heeft van zenuwen. In ieder geval daar niks van laat merken. Die al, ondanks zijn jonge leeftijd, zeer ervaren is in het rijden van proeven. In het rijden van presteren van onder druk. Onder druk presteren. En dit is fantastisch. Hele mooie uitgestrekte draf. En ja, het is een combinatie die heel erg in opmars is. Heel erg in de lift zit. En dus ja, zou je het bijna wel kunnen verwachten dat hij boven zichzelf uit gaat stijgen. Want dat, ja, dat, zo gaat dat als je in een stijgende lijn zit. Wat is de laatste tijd gebeurd? Hij heeft goed gereden in Rotterdam. Ja. CIO Rotterdam reed hij fantastisch en toen was het even spannend van goh, gaat nou Hans-Peter Minderhout daar nog last van krijgen als het gaat om kwalificatie voor het team. Want die reed toen met Johnson, die reed de volgende dag een proef die ook ja, nog hoger gewaardeerd werd. Maar dat is natuurlijk wel wat hier gebleken is, dat we een sterk team hebben, ook in de breedte. Als we dan uitvallers hebben, dan staan er, staan er zulke reserves klaar. Laten we even kijken, Laurens. Oh, dit is, kijk ja, eens dit aan. Dit is echt een fantastische passage, hoor. 77,143 voor Diederik van Silvaat op een eerste plaats. Oi, oi, oi. En hij neemt alle risico. Ja, ik hou daarvan. Het is een jonge gast natuurlijk. Geen oudbollige proefjes rijden zoals die dame voor hem. Die al wat op leeftijd is en alles voor een 7,5 doet. Hij denkt, nee. Dit is mijn kans, dit is het podium. Alles of niks. Hij heeft ook niks te verliezen. En dat is lekker rijden. ...76,735 is de score. Nog steeds op die eerste plaats. Mooi appartement. 8,1 voor de passage. De cijfers lopen nog iets achter. 7,5 voor het appartement. Ja, dit is echt een hele, hele goede passage. 8,1 is ja, een mooi cijfer, maar uitstrekken komt hij nou ietsje minder goed weg. Passage 8,2. Score 77,338. Ja, dan komt er nu wel een onderdeel, terwijl we nog kijken naar deze hele mooie passage. Wat een beetje... Ja, de bottleneck is voor deze combinatie de uitgestrekte stap. Het is een hengst. Hij heeft van nature niet een hele ruime stap. Je hebt paarden die heel makkelijk die ontspanning vinden en alles loslaten en hele grote passen beginnen te maken. Dit paard heeft dat niet. Dit paard heeft heel veel kwaliteit als het gaat om de aanspanning in de piaf en de passage. Maar het is iets minder in die uitgestrekte stap. Oh, hier ook even kijkerig, een beetje gespannen. Maar qua score kan hij wat hebben. Kreeg voor de passage 8,0. 6,3 voor de uitgestrekte stap. Ja, dat is netjes. Het is ingecalculeerd. Mooie Piaf. Die mag nog groeien. Naarmate het paard ouder wordt. Maar dit was al zeer, zeer correct. Heel vloeiend en ongedwongen. Zakt ietsje in nu. Hij gaat naar een vierde plek met 74,179. Vijfde plek 73,912. Ja, hij rijdt heel goed binnen de mogelijkheden van zijn paard. Maar je zou hier willen dat het paard nog wat meer gaat zitten. Dat hij achter wat meer zakt en voor nog wat meer omhoog komt in die piaf. Dat zien de juryleden. Dat moeten zij ook objectief beoordelen. Ik zie een ruiter die... met zeer veel gevoel door die Piaf passage onderdelen rijdt. En dat
mag ook benoemd worden. Dat is zeer positief voor de toekomst. Maar het gaat wel om dit moment, of die nu goed genoeg is om die kuur te halen. Zal erom gaan spannen. 74.148, dan zit hij onder die 75 scoregrens. Ja, hij mag geen foutjes maken. Dit doet hij goed. Abiumente. Mooie wissels. De galop is misschien qua kwaliteit nog niet geweldig. Mag wat groter, mag wat ruimer. Maar de wissels zijn wel heel expressief opwaarts gesprongen. 7,4 gemiddeld. Ja, dit ziet er heel zeker uit hoor. Echt een hele goede serie. Dat moet meer zijn dan zo'n 7,4. 7,8. Uitgestrekte galop in de wissel. Ja, goed hoor. Mooie serie om de pas. Nog een pirouette. Ja, ik vind het ijzersterk. Zo'n jonge gast en dan zo professioneel, zo safe, zo... Ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Hij maakt het af, zo perfectionistisch. Zoveel controle. Hij heeft een goed paard. Hij heeft goede begeleiding van zijn vader. Een hele stal, een heel team erachter. De score gaat iets omhoog. 74.872. Nog één keer een goede Piaf. Kom, hou hem naar boven dan in de voorkant. Ja, dit is wel goed hoor. En die passage, come on. Even een heel hoog cijfer op de borden zetten. Nou, hij heeft het sowieso fantastisch gedaan. Meer is er niet mogelijk. Ja, en hij is er blij mee. En terecht. Hij is er sterk gereden. En op een derde positie. Hij gaat de Zwitserse voorbij. Die we zojuist hebben gezien. Ja, dit is een wereldprestatie. Op dit moment met zo'n jong paard, 9 jaar oud. 26 jaar zelf. En dan dit laten zien op dit podium. Ja, dat is ijzersterk. Ja, kan hij nog stijgen ook voorbij Nathalie Toussaint-Wittgenstein. Als de laatste scorers binnenkomen. 75.270. Nou, zoals we gehoopt hadden, hij stijgt boven zichzelf uit. De stijgende lijn zet zich voort. En ja goed, we kunnen niks anders doen dan afwachten. Maar hij kan mega tevreden zijn. Nou, hij staat op de eerste plaats. Ja, ja joh. Ja. Ja, en terecht. Ik vind het gewoon verdiend. Het was een fantastische rit. 75.770 op een eerste plaats. Diederik van Silfhout als we de helft van de combinaties hebben gehad. Ja, Cavalier, dat is het stond op het scorebord. Ja. Het laatste cijfer wat je krijgt is voor de ruiter. De houding en de zit, effect van de hulp, noem alles maar op. Nou, dan verdient hij ook een 8,3 gemiddeld. Absoluut, buiten kijven, het beste wat we nu gezien hebben. Ongelooflijk, wat een kei. 75.826, een eerste plaats voor Diederik van Silfhout uit Gelderland. 26 jaar en de hoop voor de toekomst. Zeker naar Rio de Janeiro toe. Met
dat jonge paard ook nog, Arlando, waar dus heel veel potentie in zit. En dit is prima gedaan van Diederik van Silfhout. Mooie grijns op zijn gezicht. Ja, en hij weet het. Hij heeft het maximaal haalbare bereikt. En waarschijnlijk, dat weten we nog niet 100% zeker, maar waarschijnlijk gaat dit wel goed genoeg zijn voor de kuur. Ja. Ja, daar kunnen we gewoon van uitgaan. Want er hoeft eigenlijk maar eentje minder te rijden straks in de 15 die we nog krijgen. En dan zit hij gebakken voor de kuur op vrijdag. Dat is leuk. Dat wordt spannend na de pauze. We gaan pauzeren. Ja, we gaan pauzeren en dan zijn we terug om 14:45 met José Daniel Martin Dox uit Spanje met Grandioso. Maar op een eerste plaats Diederik van Silfhout. Tot nu toe 75.826. Tweede Michael Eilberg 75.462. En derde plaats voor de Deense Nathalie Tsutsain Wittgenstein 75.406. Tot straks. Ik kwam binnen en er was een bus kijken, maar heel mooi door. Ik kwam binnen.